kom binnen zo van hoep, pap, pap, IQ. Je doet het weer voor die zak. Ik kom binnen zo van hoep, pap, pap, ey, Frans. Als je je zak maar vast. Ik kom binnen zo van hoep, pap, pap, ey, Nes. Ik ben niet eens wat kast. Doe normaal als altijd gezond eten, dit, dat, pap, voor wat? Fucking. Dames en heren, jongens en meisjes, ga lekker zitten voor het enige sprookje waar Disney nooit een film van gaat maken. De supergaande podcast. Charles. Woehoe. Ik zit er... Hey, ik zit gelijk te denken. Hè? Goed idee, goed concept. Ik weet niet of het goed concept is. Ja. Supergaande movie, je hebt het wel vaker over gehad. Ja, 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 ja. Stel je, we hebben het gehad over een soort van film, actiefilm, toch? Ja, een actiecomedy. Actiecomedy. Ja. Maar stel je voor dat er ook nog iets sprookjes aan zit. Mm. En dat Sjaak dan de voice-over daarvan. Hard. Ja, dat zou geweldig hard, zijn. Hard. Gewoon eigenlijk al die intro van die film moet al beginnen met Sjaak zijn stem, ja, toch? En dan zie je beelden van ons die iets aan het doen zijn. Ondertussen praat, ja, ja, hij over shit. Hij moet de boze heks spelen. Nee. Is wel leuk. Maar over Sjaak gesproken, ik weet niet of we het vorige keer al hebben gezegd, maar die man gaat fucking internationaal. Ik weet niet van jullie. Ja, man. God damn. Ik keek laatst naar die trompetisten. Ik denk 14 miljoen streams, man. Ja, dat is lijp, man. Ja, dat is, ja, dat is heel wat meer dan dubbel O, kan ik je zeggen. Ja. Maar die man gaat echt hard. Gaat echt hard. En hij spreekt nog onze intro's in. Ja, lauw. Gewoon gratis ook, hè? Hoe lang zou het nog duren? Ja, ik denk wel dat als hij eenmaal een wereldtour gaat hebben, dat het misschien wel stopt. Dan moeten we misschien ja, ik moet wel zeggen... Ik als moet wel niet zeggen... dat hij het niet wil doen, hè, maar meer dat hij geen tijd meer heeft. Ja, ja. Maar hebben we een, ik moet wel zeggen, hij moet niet op ons switchen, zeg maar, opeens. Hey, broer, hey, Sjaak, luister, als je dit hoort, je moet niet opeens switchen. Je moet niet opeens switchen, wereld bekend en zo, BBC en zo, kent jou. Die denken trompetisto, internationalisto, niet doen. Snap je, Radio 1 in Londen en zo, check jou opeens. Niet komen met die dingetjes hier, hè? Wij kennen jou anders, man. Wij kennen, ja, jou al sinds glas in je gezicht. Ja, bro. Wij kennen jou al sinds rol je op in een kleid. Snap je? Geen gekke bro, maar dat moet hij echt gedaan hebben. Toch iemand opgerold hebben. Kan niet anders, bro. Anders zeg je het niet. Anders zeg je het niet. Laat staan rappen. Rol je op in een kleid. Rol weer naar kleid. Hoe was je de week, jongens? Ja, top. Ja, top, man. Lekker. Lekker weekie. Leuke dingen gedaan? Ja, verhuisd. Lekker, dat is leuk. Verhuisd. Leuk. Dus ja, volop... ja, brengt ook wel enige stress met zich mee. Maar ja, ik denk, ja, op je huis wachten nog meer stress. Maar in ieder geval, alles staat. En het is nog niet helemaal klaar, maar het is wel woonbaar. Dat is mooi. We kunnen er slapen, we kunnen er eten. Ja, joh. Als je er kan slapen, is prima. Ik heb ook een maand lang gewoon in de woonkamer geslapen. Boeien. Ja. Ik kon gewoon slapen thuis. Ik slaap nog steeds in de woonkamer. Daar is ook mijn keuken, mijn douche. Ik woon er al 5 jaar. Ik woon er al 5 jaar. En natuurlijk een nieuwe aankoop. Wat dan? Nee, dat is wat iedereen denkt. Ja, oh, ja. Ik dacht, eerst zag ik het en ik dacht bij mezelf van waarom koopt hij een godsnaam een Lambo? In ieder geval, ja, je weet het is zo klein. Maar ik wist niet al gelijk dat het een grap was. Ik zeg eerlijk, ik weet, elke auto wat jij zou kunnen kopen, zou jij nooit een Lambo kopen. Dan is het minst de Jeep Lambo. Ja, nee, precies, de Urus, ja. Maar niet zo'n kleine, joh. Nee, man. Maar dat was gewoon een, ik vond het een leuk gevonden grap. Ik ook, ik ook. Ja, ja, maar ik denk de rest van Nederland... Maar het is ook wel een soort van social experiment geweest, zonder dat ik het zelf doorhad. Want... Ja. Ik dropte het, ik ben erachter gekomen dat heel veel mensen niet eens zeg maar, een caption lezen. Nee, ze checken gewoon niet. Want ik ben natuurlijk op het laatst pas gaan zeggen van ja, het gaat om de fiets. Ja. Maar, ze maken hun eigen verhaal. Eigen verhaal. Ja. En het ergste is nog, ik heb misgunnende berichten binnen gehad. Ja, wat dan? Wat noemen die ze zeiden voorbeeld? Van ja, vieze dikzak, denk nu ook dat je erbij hoort. Ik heb binnen gehad, het is een lease, waarom doe je stoer met een auto die lease is? Weet je wat lease kost van zo'n auto, bro? Je bent zo 3.000-4.000 euro per maand kwijt. Het grappige is... Kan je dat betalen dan, als het lease is? 4.000 euro, bro. Ja. Even serieus. Maar eerlijk, sta je niet... Het is lease. Het is zakelijk. Sta je niet heel erg voor lul op het moment dat je aan het haten bent op iets wat er niet is? Nee, ja. Dat is wel echt voor schut. Het is wel echt voor schut. Zeg maar, als het er is, dan is het al voor schut. Ja. Maar als het er niet is en je haat daarop, dan ben je echt gewoon een Ik ben daar zo goed op gegaan. Ik heb wel echt gelachen. Ja. Dus, maar ja, mooie fiets. Ja, dat is mooi. Leuk. Dat is mooi. Dan heb je weer een beetje kunnen filteren. Ja. Ja. Weet maar weet je wat is? Wat is? De streets. Je weet toch? In de strr. Hoe was jullie week? Leuk. We hebben naar Glory geweest. Was sick veel keelpijn gehad de afgelopen paar dagen van het schreeuwen. Had ik ook niet moeten doen. Soms moet ik zeg maar nadenken. Dat was ook met die tijd dat we shows deden. Ja. Dat we zeg maar daarnaast deden we ook gewoon dingen. En soms moet je gewoon nadenken van, je hoeft niet overal te blaren, want je moet gewoon nog werken. Ja. En dan heb je opeens geen stem meer en dan kan je opeens niet werken. Want dat is wel ons werk. Maar toch, moest je praten, werken bij Glory? Nee, ik moet zeg maar vandaag een show geven, maar ik heb nu al 3 dagen last van mijn keel kapot veel. Dus je ik moet thee drinken. Je hebt die, dat soort van rook dingetje. Dat je moet blazen zo. Die inademen. Die hebben best wel snel. Dat werkt heel goed, man. Ik heb best wel een luide stem van mezelf. Ja, ik heb heel snel last van Maar Glory was leuk. Glory, en je show?
En mijn show. Hoe was je eerste show? Ja, eerste show. Heb je al besproken in de vorige podcast? Nee, ik zou nog toen beginnen. Nee, maar hey, Nes in mijn show. Woe! Luister, ja, en dit was ook het publiek dat aanwezig was op mijn show. Maar dat is niet waar. Nee, het is allemaal zelf ingezweven. Maar dat is niet waar, het ging heel goed. Ja, goed, ja, ik heb de allerkleinste zaal van de Walhalla uitverkocht, daar ben ik heel blij mee. Nou, ja, ja, nee, ja, superleuk. Uitverkocht. Ja, ja. En, precies dat. Was oprecht een leuke show, man. Echt een heel tof publiek. Echt in Rotterdam ook, echt Rotterdams publiek. Ze zeggen ook, iedereen in het theater zegt het, dat het Rotterdams publiek is het leukste publiek in heel Nederland. En ja, het was superleuk, man. Het was fucking gezellig. Anderhalf uur. Wat is de diversiteit? In de zin van je leeftijd ook. Oh, ik dacht afkomst. En afkomst ja, ook, maar ik zag, volgens mij zag ik vier Turken. Of ze leek op Turken. Was een Irakees, een Iranees, een Turk. Voor de rest wel gewoon Nederlands. En niemand weggelopen bij de show ook? Nee. Was leuk. Mensen vonden het echt leuk. Tof. Ik heb veel gelachen. Ik vond het ook oprecht leuk. En vandaag ga ik naar Zaandam. Morgen naar Groningen. Dus een beetje overal. We hebben het hier wel eens eerder over gehad, toen je met je show natuurlijk bezig was, met het creëren ervan. Mm. Van, je hebt liever niet mensen die heel dichtbij zijn bij je eerste show, hè? Nee, klopt. Ja. Deze man ook, hij ging een keer eerste rij zitten in een comedyclub. Gewoon zo kijken naar mij. Ging hij gewoon kijken. Maar ja, ik sta ook in Spijkenisse binnenkort. Bij zijn. En ik heb nog twee tickets ergens gekocht, dus ik moet... Van Amsterdam. Ja? Ja, ja, ja. Je kan daar ook naartoe gaan. Ja. Nou. Waarschijnlijk komen wij ook bij Spijkenisse met de groep. Spijkenissen, joh? Spijkenissen, ja. Ach, godverdomme. Ja. Oh, nu iedereen is in Spijkenissen opeens. Oh, ja, dat gaat leuk worden. Frasie is ook een tijdje Spijkenissen. Ja, ik ben ook speakery boy. Oh ja, ja, dat klopt. Ik ben ook een beetje speakery boy, zeker wel. Ja, ik zit dus aan te denken, als ik zeg maar opkom in Spijkenissen, dus heb je zeg maar de gordijn, toch? Ja. En dan wanneer die open gaat, dan je zeg maar een standbeeld van QC. Doe nou niet. Gewoon zo'n staande foto. Je weet gewoon de hele tijd random daar staan. Maar je bedoelt die daar onder de metro? Wat? Of onder de treinspoor daar zo, centrum. Wel, jij hebt niet in Spijkenissen gewoon. Ga, doe maar. doe het niet. Dus, maar dat een beetje heb ik afgelopen week gedaan. Je had het ook over het gevecht. Ja, Ben Sadiq, Rico, Saki. Saki, bro, die low kick van Saki, bro. Toen ik hem hoorde. Ja, dat was mooi. Bro, hij trapte zijn kleinkinderen, bro. Maar heb je het oog van Rico gezien? Ja. Getver de Godver. Ik heb ook... Mag een wedstrijd dan door? Met zo'n injury? Ja, kijk, weet je, het is mensen die zitten ook heel veel te zeiken over van, dicht, ze gingen door naar zicht. De tijd en zijn er filmpjes. Ja. Maar ja, kijk, weet je, het is, zeg maar, de worst wordt volgens mij pas geteld wanneer iemand in een hoek staat. En dus die computer en scheids kan nou eenmaal anders lopen. Ja. Ze zoeken heel erg altijd naar die, oh mijn god, achter. Nee, ja, ik bedoel niet hij zit meer wat dat. Achter en... Maar, doe niet dat, maar zeg maar als je zicht, zolang je kan top zien top, en de juist. Dokter zegt tegen jou van, yo, hoeveel vingers is dit? En jij zegt 2, mag jij vechten. Het maakt niet uit hoe fucked up je oog is. Dus als dit ziet, is dicht, je ziet niks. Als je niks ziet, dan mag je niet. Maar als je het wel gewoon ziet en je kan gewoon je shit doen, dan is het... Bro, één keer bij een gevecht gingen ze ook zeg maar checken van hoeveel... En die guy kon niet zien. Maar zijn trainer, die zette 3 vingers op zijn schouder. Dus hij zei gewoon 3, omdat hij 3 vingers voelde. Dus hij kon gewoon doorvechten, snap je? Dus je hebt allemaal trucjes eigenlijk om... Zowel, als je wilt doorvechten, dan wil je gewoon doorvechten, je weet toch? Ja. Maar ja, had je hem kunnen stoppen? Ja, had gekund. Maar ja, maar was het dan een leuke partij geweest? Nee, zeker niet. Ik was wel voor Ben Sadiq. Ja, ik ook wel. Maar tegelijkertijd, je weet toch, zeg maar... Het was meer van, ik zou het leuk gevonden hebben als Rico een keer zou verliezen. Juist. Gewoon voor de sport. Juist. Weet je, dat Rico dan weer even soort van in zijn plek moet terugwinnen en blabla. Het is gewoon een goede film, je weet toch? Nou, maar ik ben matties met mensen die ik ken daarom. Ik heb hem in de track benoemd. Oh shit. En hij heeft daar een keertje op gereageerd. Oh, je bent opgegroeid zeg maar samen. Oh, jij noemt hem gewoon Ben. Ja. Nee, maar hij heeft dus gereageerd op dat ik zeg maar hem in een track benoemde. Oh, dan ben je matties toch? Ja. Volgens mij is hij ook opgekomen met die nummer. Ja? Ik weet niet of jij het hoorde, maar wij hoorden het wel. Ja, op de achtergrond. Maar ik heb gehoord dat een professionele voetballer ook altijd opkomt met een hele harde nummer, man. Hé, Trick, ik ga 13 op die motherfuckers. Oh, wow. Een hele slechte grap. Maar, ken je die tune nog? Ja, ken jij die tune nog? Tuurlijk ken ik die tune. Was die van jou en Kaaskoes? Ja. Oh, wow. Trick, was het. Jullie waren echt blij met Guidetti, hè? Bro, Guidetti, ze hadden 1 keer van Ajax gewonnen, gelijk een hele album. Guidetti. Oké, weet je wat, ik ga helemaal niet hierover in discussie. We gaan deze discussie niet starten. Dit is een gezellige podcast. Maar het is wel, ik moet wel zeggen dat het oog van Rico was wel echt... Ik zag die persconferentie daarna ook en hij probeerde ook die zijn iPhone te openen. Lukte niet. Ik vraag me af of hij PVV gaat stemmen hierna. Als een Marokkaan je zo hard slaat, stem je dan PVV. Ja, maar ik had er graag bij geweest, man. Ja, was leuk. Ja. Maar je was er niet. Nee, ja, nee, jammer. Verhuizen. Ja, je had ons allebei uitgenodigd, of wat?
Je had mij uitgenodigd, weet ik. Of had je mij pas uitgenodigd? Nee, Glory, ja, Glory was uitgenodigd, maar omdat hij niet kon, toen zei ik van ja, misschien kan jij dan mee, je weet toch? Ja, ja, ja. Maar ik ben er wel achter gekomen dat zeg maar, kan je rijk zijn en miljonair zijn, maar als je goede connecties hebt, heb je toch een betere plek. Ja? Ja. En jij zat? Shahid zat achter mij. Die man heeft 40 miljoen. Die man heeft 20 lambo's. Hij zat volgens mij 6 stoelen achter mij. Ik denk, ja toch. Low. Ja, man. Ik heb Badr Hari ook gezien. Ja? Ja, hij had een Willy Wonka shirt aan. maar dan is hij niet serieus. Dan is hij zoiets... Hij snapt het. Hij snapt het. Je maakt nu een fatu. Nee, ik ben serieus. Hij had een Willy Wonka shirt aan. Dat is toch hard dan? Ja, hij snapt het. Hij weet dat mensen hem aan het meme zijn. Ja. En hij maakt er gebruik van. Ik vind het fucking slut. Ja. Het is gruwelijk. Want ik moet zeggen, dat toen ik zeg maar backstage interviews zag. Of gesprekken van Saatje. Zeg maar, Badr zag er wel gewoon normaal uit. Het is niet dat hij is gek geworden. Oh, of nee, hij is gewoon Badr, zeg maar. Gewoon heel stabiel. Maar ik weet gewoon niet wat zijn social media plan is voor de aankomende tijd. Ja, maar is het niet, zeg maar, ik weet niet waar ik dit zei. Maar Mike Tyson is toch ook vreed veranderd na zijn bokscarrière bijvoorbeeld? Ja, maar niet raar. Ja, maar hoezo niet raar? Mike Tyson is opeens een gekke dromer, een hele filosoof geworden. Ja, hij smokt gewoon terwijl veel, hij eerst was van, I'm a fuck you till you love me, I'm a ja, maar bro, dit is 20-jarige Mike Tyson in zijn primetime die tijgers kocht op een woensdag. Ja, nou, Badr Hari heeft ook zijn gekke shit gedaan. Ja, maar hij heeft geen tijgers misschien gekocht. Misschien is hij zichzelf aan het hervinden of zo, toch? Ja, kan. Misschien heeft hij andere hobby's, maar misschien Mike heeft hij andere interesses. Maar Mike Tyson is 50 of zo, hè? Badr is 33. Hij vecht alsof hij 50 is. Hey, stel je voor dat Badr straks binnen zou komen. Ja, oh, shit. Ja, lauw. Oh, shit. Ja. Iedereen opeens, oh shit. Badr is mijn voorbeeld. Ik heb wel eens een boek gelezen. Lauw boek. Dacht, ik zeg het gewoon even. Ja, low, hey. Shit, kon ik dat ook maar zeggen. Ja, low, was een low boek. Dat ik dit hoor. Ik schrok oprecht. Waarom heen? Dat is Kokoa. Komt er nu ook iemand Japans binnen? Koreaanse serie. Oh, shit. Dat is geen Kosovo aan de volgende. Volgens mij is dit Keizer. Keizer in een pakkie. Wie is dit? Wie is dit? Hey! Ik kom met een normale outfit. Ja, hey, ja, Peter Pannenkoek, dames en heren. Peter Pannenkoek in de building. In de building, man. Weet je wat ik wel echt lauw vind? Zeg maar, hoe ver hebben ze jou geregeld dat je een heel pak hebt aangetrokken om hier te zijn? Zij zeiden, laten we een Halloween aflevering. We willen dan een pak. Ik zei, prima, dan wil ik hem voor zaterdag houden. Dan hoef ik niet meer naar de feest winnen. Win-win voor mij. Oh shit, wat goed. Leuk dat je er bent. Je mag je koptelefoon opdoen als je dat wil. Nou, ja, dat is goed zo. Ja, ik vind het prima. Ik hoor mezelf genoeg. Nou, dames en heren, we hebben Peter Pannenkoek. En hoe is het? Ja, goed. Hoe gaat het met jou? Ja, gaat goed. Hoe gaat toeren? Gaat goed. Ik heb één show gedaan, hadden we het net al over. En ik mag vandaag in Zaandam spelen, morgen Groningen. Allemaal try-outs. Ja. Try-outs doen, dus dat is spannend. Waar sta je in Groningen? Theater. Ja, dit is wij gaan wel theater. Ja, we zijn heel veel elitair. We even de podcast even een beetje opkrikken. Elitair lullen. Groningen, ik heb geen idee waar ik sta. Oké, zo betrokken ben je ook. Okay, ja, heel goed. Oké, fijn. Ik heb vorig jaar, zeg maar, toen mijn tour niet doorging, ging zeg maar elk theater opzoeken. Ja. En dan kreeg ik een soort van al een gevoel bij het theater van of het leuk ging worden of niet. Dus nu heb ik besloten om dat niet te doen. Ik wil gewoon gaan, dan zie ik wel wat het is en dan ga ik gewoon spelen. Dus je rijdt gewoon naar Groningen toe, je gaat op die grote markt staan en dan wacht je dat er een Groningen oppikt en jou gaat brengen waar je naartoe moet. Ja, precies dat. Zo, dat gaat goed. Maar jij bent ook bezig nu met shows, toch? Ik ben de oudejaarsconferentie aan het try-outen. Wat houdt dat, zeg maar? Want die oudejaarsconferentie is iets op tv, toch? Ja. Maar dat is een heel stuk. Hoe bedoel je een heel stuk? Ja, als in, zeg maar, want ik heb het volgens mij een keer in de Toomler gezien. Is dat het hele oudejaar? Nee, toen heb je een drie kwartier gezien, die ik toen deed. En daar gaan dingen vanuit overblijven van de oudejaars. Het oudejaars gaat, denk ik, 80 minuten duren. En dat is dan op NPO 1. Oh, sick. Maar dat is eigenlijk ook een stand-up special soort van, maar dan oudejaarconferentie. Ja, dat klopt. Maar is dat de beste stand-up special Dave die Chappelle. Je kan pakken? Wat? Nee, ik dacht, ik praat mee gewoon. Ja, sorry, ik zou ook meer naar jou kijken. Nee, maar is dat een soort van wel in theaterwereld de stand-up special die je kan pakken, zeg maar? De grootste? Voor veel mensen is het wel een heilige graal om de oudejaars te doen. Maar ik had het zelf eigenlijk niet heel erg zo. Nee. Ik wilde eigenlijk meer kleine comedie carré, dat waren de eerste doelen. Maar ik vind het wel leuk om te doen. Je voelt wel de druk. Wie heeft het voor jou allemaal gedaan? Joep van het Hek, Freek de Jonge, Herman Vinkers, Theo Maassen. En heb je dan ook een beetje het gevoel van, yo, ik moet dit wel proberen te overtreffen of ik moet dit wel
hoe... Tuurlijk. Ja? Het doel is voor mij altijd, want het gaat waarschijnlijk lukken, maar het doel is dat je eigenlijk gewoon de nieuwe lat wil zetten. Juist. Dat je gewoon, daarvoor was er niks. Dat begon met Peter beetje... Pannenkoek en het eindigde bij Peter Pannenkoek. Dat is eigenlijk altijd het doel met alles wat ik doe. Maar dat is ook een beetje met de roast, zeg maar, toch? Bij Comedy Central, zeg maar. Ja. Heb je ook naar mijn gevoel wel een beetje de lat gelegd, toch? Ik hoop het. Ja, ik vind dat heel weird. Ja, het is, nou, nee, ik vind het wel. Het is wel mijn doel, maar ik zeg dat... Toen jij, zeg maar, toen jij aan de beurt was, was wel iedereen van, oké, nu gaat het gebeuren. Ja. Weet ja. Je wacht ook een beetje op dat moment. Dus dat je denkt van, oh, wat maar, vet dat... Maar had je dan niet een bepaalde druk op je voor die roos daarna? Dus je hebt die... Het eerste roos was dat Gordon? Ja, eerste roos was Gordon. En daarna was... Giel? Giel. En daar heb ik wel getwijfeld om het te doen. Maar ik wel, eigenlijk wist ik al... Kijk, de eerste keer ben je ook verrassend. Ja. Gewoon, oh ja, we kenden hem niet zo goed. Mm. Of dat hij dit deed. En daarna verwachten ze. Ja, precies, dat is wel altijd een... dus ik heb even getwijfeld. Maar tegelijk, ik vind het ook heel leuk om mensen kapot te maken. Dus in dat opzicht, ik had er gewoon heel veel zin in. Maar na de derde, naar Johnny had ik zoiets van... ik vind het nu wel even goed geweest. En het kwam ook niet uit met toeren. Misschien dat ik er ooit nog wel een keer eentje doe. Is er een persoon die, zeg maar, dat helemaal zou kunnen veranderen voor je? Dat je denkt van, oké, als die aan de beurt is, dan wil ik wel gewoon meedoen. Johan Derksen. Zou ik heel graag willen doen. Maar zou hij meedoen aan de roast? Nee. Volgens mij wilde hij niet. Sterker nog, ik heb wel eens een keer al een roast over hem geschreven. Twee of drie jaar geleden. Gewoon uit verveling. Nee, twee of drie jaar geleden, toen was ik nog bezig met de Johnny de Mol roast. En toen was ik opeens een onderwerp bij Voetbal Insight. Oh shit. En toen zei hij wat over me. Toen dacht ik, ja, fuck jou. En toen heb ik in die avond, ik was toch al in die modus, een roast over hem geschreven. En toen heb ik ook tegen hun gezegd, hey, als je, van mijn part gaan we wil ik het best doen, moeten we even in het theater opnemen, want ik ben nu terug aan toe. Maar volgens jou, dat vindt Johan misschien ongemakkelijk dat gebeurt. Dus hij is ook gewoon een pussy. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Hey, we hebben het wel eens vaker erover gehad. We hebben allemaal een rap battle achtergrond. Oh ja, zeker. Ja, ja, ja. Jij zou er zo in passen, man. Ja, oh, je 100%. Punch-Out Battles begint weer, dus misschien... Ja. 100%. Wat is Punch-Out? Is dat is met die... Rap-battles. Maar dan ook gewoon heel erg theatraal, eigenlijk. Ja. Dus zonder beat, het is gewoon echt gewoon... Wel rijmen. Weet je? Wel rijmen, dat wel. Was je vroeger ook een beetje die guy die, zeg maar, ook wel mensen kon bashen op school en dat soort shit? Een beetje. Maar ik was geen pester. Ik bedoel, ik ben klein en ik heet Peter Pannenkoek, dus het is een moeilijke positie om... Maar Pannenkoek is echt je achternaam. Ja, dat is echt mijn achternaam. Gruwelijk, man. Dus ik ben de eerste die dat woord gebruikt en dat ik dat zeg. Maar gruwelijk. Ja, maar bro, stel je voor je heet Pannenkoek als achternaam. Dat is toch hard? Ja, maar jij vindt het gewoon leuk omdat je uit AZC komt. Jij denkt van, had ik dat maar. Ja, duh, heet ik maar Pannenkoek. Ja, dat is toch hard, bro? Hallo, Mir van Stroopwafel. Vriend, dat is gewoon het beste wat er is. Ja, het is wel nu is het handig qua marketing. Ja, toch, dat bedoel ik. Dat is moeilijker. Ja, ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar dan moet je niet op je mond gevallen zijn, toch? Nee, maar ik denk, en afgezien van je lengte, voor mij ontwikkel je daardoor ook gewoon een iets grotere bek. Want je moet wel van je afbijten, anders eet je leven top. Ik vraag me af, zijn er, zeg maar, momenten geweest dat je toen je aan het schrijven was voor de roast, dat dan ga je misschien met Comedy Central ga je het erover hebben. Mm-hmm. Zijn er dingen waarvan je zei van, ja, maar Peter, kom op, dat gaat wel een beetje te ver. Of, Ja, er zijn... ik heb sowieso een document, als ik dat ding schrijf, van dingen die ik te ver vind gaan. Oh, van jezelf? Ja, maar ik schrijf het wel allemaal. Hier mag je ze gooien, hè? Ja, ja, denk ik. En daarna lever je het even in. Bij als het ware, laten we zeggen, de eindredacteur van het programma. Waarom? Niet zozeer om te censureren, maar die moet kijken, hebben mensen geen dubbelingen? Krijg je de hele avond 8 keer dezelfde grap? Juist. Dus daar voer je discussie over. Van ja, deze grap lijkt op die grap. En dan kan je discussie hebben. Ja, ik vind mijn insteek echt net beter. Ze hebben wel eens over een paar dingen gezegd dat ze moeite mee hadden. Maar ik heb nooit iets teruggetrokken. Dus daar zijn ze best wel relaxed in. Hard. Ik heb wel zelf een ding wat ik heel lang over heb getwijfeld. Ik ga hem ook niet vertellen. maar waar collega's zelf zeiden, dat moet je niet doen. Ja? Dit gaat je leven, dit gaat echt een probleem worden. Oh, shit. Terwijl ik hem zelf... fucking grappig vindt. Maar waar leg jij voor jezelf, zeg maar, die grens? Want wij hebben het hier ook wel eens vaak, zeg maar, tijdens opnames zeggen we dan ook wel eens dingen dat denk van, oh jongens, misschien moet dat er toch even uit. Of cancel! Dat we worden gecanceld. Of, we zitten ook een beetje in een cancel culture op dit moment. Mm-hmm. Denk je daar aan wanneer je aan het schrijven bent? Of denk je van, ja, ik schrijf gewoon en dan zie ik daarna wel. Hoe ga je daarmee om? Ik vind sowieso dat het je plicht is als je iets op podium doet of hier, wat je ook eigenlijk maakt en naar buiten brengt. Je moet nadenken over wat je naar buiten brengt, hoe je naar buiten brengt. Dat betekent niet dat je jezelf moet censureren. Maar ik denk wel... ik heb bij de roast heb ik 2 regels. Ik doe geen roddels. Dus soms doet iemand mee die ik ken en daar weet ik... Of die ik niet zo goed ken, maar dan hoor je gewoon roddels in het circuit. Juist. Iemand moet het hebben verteld in een interview. Bijvoorbeeld Soendos, die heeft in interviews verteld dat haar vader haar verlaten heeft.
Of is weggaan. Dit klinkt veel te goed. Nou, daar maak ik dan grappen over, omdat je het zelf in een interview hebt gezegd. Maar als ik dit gewoon privé van Soenos zou weten, zou ik het nooit gebruiken. En ik doe geen kinderen van mensen. Okay. Omdat, tenminste, behalve als volwassen zijn, maar als iemand, een kind is 13 en jouw vader of moeder doet mee met de roost, vind ik het een beetje zielig. Als jij de volgende dag straks wordt gepest op het schoolplein. Wel principes, man. Dat zijn de enige twee, maar dat is ook maar echt de enige twee regels tegelijkertijd die ik heb. Maar ik denk wel, ik denk nou ja, ik denk vooral naar hoe weet je dingen over te brengen. Voor mij, ik zeg graag alles. Maar je moet wel zorgen dat de toon klopt. En heb je dan ook zeg maar voor aparte plekken voor, als in in theater doe ik zo, op tv doe ik dan ook anders? Of zeg ik, let ik op wat ik zeg of dat soort dingen? Of... Er zit een wereld van verschil in. Ik vind, theater kan ik veel meer maken. Juist. Omdat theater toer ik 2 jaar met publiek wat voor mij komt. Mm. Je hebt 1,5 uur om ze mee te nemen naar misschien hele zieke, nare grappen en gedachten. Yeah. Bij tv ben je een inbreker. Je hebt niet voor mij gekozen. Ik kom opeens in een programma. Ik ben opeens in je huis en dan ga ik een grote bek hebben. Juist. Dat... Dan gaan we verder. Oké. Mag ik wel even zeggen dat hij een hand opsteekt? En ik wil gewoon weten wat hij gaat. Oké. Hij zegt random zijn hand op. Ik wil wat vragen. Woord, jongen. Ik denk, er is iets op zo achter mij. Hallo. Nee, nee. Wat wil je zeggen? Nou, over tv gesproken. Vanavond de debuut van Ranking the Stars. Oh shit, lekker man. Nou, hier komt die applaus. Ja, nice. Mooi applaus. Je bent onze eerste buitenlander die echt BN'er gaat worden. Lekker, we zijn trots op je. You made it, man. Ja, man. Dit is mooi. Was het leuk? Het is ook een soort roost trouwens. Ja, het was wel leuk om te doen. En ik heb wel ook een soort, wat je zegt, het is een roost. Ik heb echt mensen geroost. En het ging zo goed dat ze me daarna vroegen van, kan je nog meer dagen? Oh, low. Dus ik heb daar wel en een foto met Patricia Pai, zag ik vandaag. Ja, ze heeft echt een lieve tekst over me. Ja, dat is wel iets moois. Wie viel door de mand? Kijk, Ring de Start. Je hebt altijd één iemand die net te grappig probeert te doen en het werkt niet. Ja, Rob de Geus ging hier en daar niet helemaal lekker. Oh, net zoals Expeditie Robinson. Die gaat gewoon nergens. Die gaat gewoon nergens lekker. Niet Rob de Geus? Rob de Geus, toch? Rob de Geus, toch? Ja, Rob de Geus, op de Geus, na de Geus, Ik ken hem niet, joh. Ik weet, hij is een keer ontmaskerd bij Rambam. Dat was een seizoen voordat ik daar werd. Wat dan? Waren heel vies, volgens mij. Ik weet niet, maar je kon zijn stickers kopen. Dat was daar hebben ze hem volop op gevlamd. Ja, dat geloof ik wel. In de Roos hebben ze daar volop op gehad. Dat geloof ik wel. Want hij had zeg maar die keurmerken en zo, maar op den duur, zeg maar, dat was meer marketing vanuit het bedrijf van Rob Geus is hier langsgekomen. Dus. Zeg maar, het zat hem ook dwars, hij ging het ook helemaal uitleggen, zeg maar. Ik weet niet of dat hij zo gaat halen, maar hij zei van, het ging zo en zo, en het ging mensen weer vlammen. Dat was wel leuk. Maar ik was bij Expeditie Robinson, en daar verneukte hij bij de eerste keer die mede al het eten. Dat vond ik ook ongelooflijk. Werk je in de keuken, een soort van? Ja, dat is wel mooi. Man. Heb jij meegedaan aan een expeditie? Nee. Oh. Zou jij mee willen doen? Ik ben tering groot fan. Ik ben ook wel eens benaderd. Maar ik zweer het je, als ik meedoe, is mijn carrière ten einde. Omdat ik ben ervan overtuigd dat de Expeditie Robinson met je ware aard naar boven komt. En ik zou een heel ander level van naarheid. Nee, maar ik heb hier al lang over nagedacht. Ik zou namelijk... Je hebt altijd die mensen die doen mee, die hebben kinderen. En die beginnen dan in de tweede week te janken dat ze hun kinderen missen. Ik zou er vanaf dag 1 op inspelen. Mis je dochter niet. Zij is nu thuis, is gepest. Misschien heeft papa wel anders gezeten. Zijn. En je mama is weg. De enige bij wie ze troost kan zoeken, heeft haar verlaten. Kom je ooit nog wel terug? Ik zou vanaf dag 1 mensen... Ik zou ook in de nacht... Ik zou mensen gaan... Weet ik veel, ik steek iemand neer. Ja, in de nacht. Het is gewoon een onbewoond eiland. Alsjeblieft. Wat zou je echt doen? Je hebt honger, je eet iemand op. Ik zou dat op dag 2 doen. En ook niet delen met de rest. Hè. Gewoon helemaal zelf. Naar binnen. Dat iedereen... Hé, waar is Dave Oefink? En dat ze nog zo'n laatste stukje tatoeage tussen mijn tanden ziet. Ik zou echt... Daarop, dus ik weet, ik moet hier nooit aan meedoen. Oh shit. Oh, ja, dit is low budget. Dat kan gebeuren. Waar is Dave Oefink? Maar nu wil ik je daar zien, zeg maar. Ja, zo'n midgame versie van Expeditie Robinson. Ik moet het gewoon echt niet doen. Maar zeg je vaak nee tegen tv-programma's? Ik zeg eigenlijk overal nee tegen waarin ik niet of gewoon iets kan... waar ik niet een comedian kan zijn. Yes. Dus ik doe dit was het nieuws. Soms bij een talkshow, omdat je het hebt over comedy of dan iets moet promoten. Maar ik ga... ik probeer te voorkomen dat ik ergens door straten ren en een puzzel oplos. Waarom heb je zeg maar ja gezegd tegen dit? Want ik had oprecht niet verwacht dat jij door die deur zou komen. Dit vraagt aan iedereen. Nee, niet waar. Er zijn mensen gekomen dat ik dacht van, ja, je hebt echt niks te doen. Dus kom gewoon langs. De eerste, ik mag jou. En wat ik heel leuk vind, kijk, je ziet de laatste paar jaar zie je mensen van YouTube die willen dan theater in. En ik zie daar heel veel drap tussen. En ook heel veel liefdeloos gebeuren.
gebeurt dat dan? Zoals jullie ook, zoals ook mensen misschien naar YouTube komen, die dat heel liefdeloos doen weer. Want jullie frustratie moet zijn. Dus en toen ik hoorde dat jij zo'n beetje speelde, zag ik een keer op de lijst staan voor Toomler, voor Opa, en dacht, oh, daar heb je er weer zo een. En ik zweer het je, toen zag ik spelen en ik vond het hartstikke goed en leuk. En ik zie ook, ik zie dan bij Hauk, ik zie ook aan het werk dat je het meent. Ja, dus dat vond ik super tof. Dus dat was een klein punt dat ik dacht, hey, ik love, leuk. Sowieso om het van jou te horen vind ik het echt jullie vragen me vaak voor dat punchline ding. Dat ga ik niet doen. Ik trek woordgrappen niet. Dus ik vind dat, maar het hoeven geen woordgrappen te zijn. Wees gewoon jezelf. Ik vind dat. Ja, dat, ik hoor je. Daarom ben ik eigenlijk om te zeggen, stop daarmee, hoe populair het ook is. Dus daar voel ik me ook een beetje schuldig over. Daar zeg ik altijd nee tegen. En ik denk ook voor de oudejaars. Ik denk niet zo dat heel veel jeugd dat meer kent. Dat fenomeen. Oprecht, ik kende het niet echt voordat jij zeg maar het ging doen. En dat is eigenlijk ook mijn, dat is een beetje nu mijn, ik wil gewoon, ik denk dat mensen leuk, het is een soort afsluiting van het jaar. Je behandelt een jaar, krijg een paar dingen terug. Oh, dit hebben we samen meegemaakt. Oh, dit is ook nog gebeurd. En dan is het afgerond. En op een, hopelijk, dat is mijn taak, een hele grappige manier. Dus jij mag het jaar voor Nederland afsluiten, een soort van. Ja, het is en soort, is het op NPO? NPO 1, het NPO soort 1. Nederlandse traditie zie je ook bijna nergens anders. En in op welke dag, welk tijdstip is het zeg maar? Echt de moment? 31 december. Laten we zeggen, om 10 uur 's avonds. Ja, tot en met als het ware oud. Dus nee, tot 12 uur bijna. Maar is dat live? Ik doe hem niet live, ik neem een dag eerder op. Oké, ja toch? Maar ik keek dit ook altijd vroeger thuis en zo met mijn tantes en zo, moeder. Oh, wat sick. Ja, dus ik ben dus op een soort quest om gewoon een beetje te zorgen dat jeugd weer. En jullie hebben jeugd. Maar besef hoeveel mensen eigenlijk gaan kijken zeg maar, naar dat moment. Want het is echt, je weet toch, iedereen zit soort van thuis. Vroeger ook toch een beetje oliebollen en zo. Ging je nog naar tv kijken voor 12 uur. En dit is dan wat je dan, denk ik gaat checken. Het is een populair ding. Maar ja, sick, dus ik nieuwjaars oliebollen zijn wel echt geweldig. Maar ik ben dik, je weet toch, als ik oliebollen hoor. Huh? Over oud en nieuw gesproken. Dat hij zei over oliebollen gesproken. Nee. Vet shaming. Nee, maar vroeger vond ik vuurwerk helemaal geweldig. Ja. Ik was om 6 uur al wakker, om 10 uur ging ik naar buiten met mijn tasje. Bro, nu heb ik er een hekel aan. Echt? Ja, maar als ik gewoon buiten loop en mensen te gooien, denk ik van fuck it. Ik had wel 2 jaar geleden ging ik met mijn neefjes dan, die waren toen 9 of 10. Ik vond het echt leuk om met hun dat moment te hebben. Als jij nu met meer ergens naartoe wil gaan en je gaat naar de auto en dan wordt vuurwerk. Ja, nee, dat is kut. Kijk, wij hadden geen geld voor vuurwerk. Oh, sorry, vertel maar. Jij bent de gast. Nee, vertel alsjeblieft. Wij hadden geen geld voor vuurwerk, dus we maakten onze eigen bommen. Ja, maar dat is echt zo. Gewoon, maar ik lieg niet. Ik ben zo blij dat jij het imago van de asielzoeker zo weet op te feiten. Dit is de angst van al die witte Nederlanders. Ze maken allemaal bommen en ze komen hier naartoe. Ja, maar het is ook echt zo. En waar maak je dan een bom van? Luister, dus we kochten heel... Kijk, zonder sterretjes, hele instructies te geven dat er een keer kijk, sterretjes zijn fucking goedkoop. Ja. Als je er nou gewoon 1000 doet in een PVC-buis, bro, dat ding knalt uit elkaar. Maar eerst heb je geen geld en nu ga je opeens 1000 sterretjes kopen. Bro, heel de buurt legt er bij elkaar heel het jaar, bro. We hadden 1000 sterretjes in een PVC-buis. Oké, ik ben terug naar jouw verhaal, man. Nee, ik vond vuurwerk. Nee, ik vind het grappig. Ja, ik ben hier echt een laf. Ik haat vuurwerk. Yeah. Mijn voorstel zal zijn: iedereen die vuurwerk wil afsteken, ik vind elke stad moet gewoon 1 plein krijgen. Mm. En daar moet al die mensen naartoe. En laat daar dan maar die ongelukken gebeuren. Ja, precies. En dat is een beetje evolutie. Dat heft elkaar op. Yeah, dat vind ik wel mooi van vuurwerk. Hoe dommer de mensen zijn, hoe meer ongelukken er gebeuren. Dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Dat filtert. Ja, maar het enige wat ik stom vind, is dat voorbijgangers. Dat vind ik altijd zo debiel. Dat je elk jaar heb je nog 100 voorbijgangers die dan een vuurpijl in hun oog hebben. Ja. Ik vind wel fucked up, zeg maar, dat ik hoor soms ook verhalen van mensen dat ze zeg maar met dieren en zo, dat vind ik echt fucked up. Oh, man. Ja, dat ze man, zeg maar vuurwerk op dieren gooien of in dieren. Ja, ik fok daar echt niet mee, man. Nee? Als ik dat zie gebeuren... Ik zie nu al dat jij die dingen hebt gedaan. Dat helemaal geen PVC hey, was. Hoe was het in AZC? Was het leuk? Geen katten. Ik hou van katten, maar er zijn kippen die hebben... Nee. Ook opgegeten daarna. Oh, ja, zeker. Wat is de duurste aankoop die je ooit hebt gehad? Oh, wauw. Ja, ik ben niet heel materialistisch. Dus... Maar wat is het duurste? Wat heb je met je eerste uitverkochte showmoney of tourmoney gedaan? Ik denk of goed uit eten of vakantie. Oké, dus je bent meer een ervaring persoon. Ervaring dan. Ja. Ik denk dat mijn duurste uitgave is, denk afgezien van mijn huis... mijn auto, maar die is ook die gaan jullie echt erbarmelijk vinden. Bro, deze man in vrachtwagens en zo, man. Als in, wat voor auto heb je dan? Voor de shows. Nee, voor de show, voor het decor. Niet, ik rijd niet in de vrachtwagen. Ik probeer mijn lengte heel erg over te compenseren. Ik parkeer met een vrachtwagen. Ik woon in Amsterdam. Dus ik heb een aan de gracht. Ik heb een Peugeot 307 als auto. Hé, ik ook. Oh shit. Ik ook, man. Maar ja, ik wil gewoon... Ik, ja,
Ik wilde gewoon, het moet rijden, ja, niet stuk gaan. En ik heb Maar je hebt zeg maar niet iets van, ik wil heel graag een Rolex ooit, of ik wil heel graag een bepaald iets of zo. Nee. Ja, nice. Nee, ja, vakanties. Ik geef veel geld aan vakanties. Dat is logisch. Jij even dus allebei. Gemiddeld? Als ik vragen mag? Ja, god hangt bij. Ik ga dan naar Amerika en dan ga ik wel 3 weken en dan gewoon een goed hotel. Minimaal en al een goede 8 doezoe. En elke show die je wilt zien, dan maar Zwarte Markt, dan maar als je Super Bowl. Maar je bent echt een man van de ervaringen dan. Maar dat is ook lauw, toch? Dat zijn dingen die je kan navertellen. Je hebt gelijk. Dat vind ik dat is echt zo. Dat is echt zo. Weet ik veel. Hij schrijft niet van hier. Wat was je, jouw aller... Ik vraag me af, hè, als je zeg maar dan die roast en zo doet. Hè, hebben mensen dan ook een bepaalde verwachting wanneer ze naar je show komen? Van oké, dit wordt precies zoals dat? Of... Ja, in het begin wel. Omdat ik denk dat ik voor het grootste gedeelte van het publiek eerst bekend werd door De Wereld Draait Door. Mm. Dat ik dat elke week afsloot. Juist. Toen kwam de roast. Ik denk dat daar ook veel jeugd. Dus dat merkte ik in het begin wel een soort tweedeling in de zaal. Ik kon gewoon horen wie van De Wereld Draait Door kwam. Oh shit. En wie van de roast. Maar dat is nu wel na al die jaren wel, omdat ook mijn shows op televisie zijn geweest, hebben mensen wel door. Ja, het zit hardheid in, maar het is ook gewoon een theatervoorstelling. Yes. Dus het is niet 9 minuten lang dingen. En je shows zijn ook op Netflix. Ja. Hoe was dat voor het eerst? Zeg maar, dat je dacht van, oh shit man, ik sta gewoon op fucking Netflix. Ja joh. Bedoel, sta je op Netflix? Ik sta op Netflix, ja. Oh hard, ben je dan niet een van de eerste, toch? Man? Nee, er staan best wel Nederlanders op Netflix. Theo Maas, Daniel Aardig, daar staat erop. Ja. Ja. Maar jij kijkt blijkbaar hele andere dingen. Alleen maar Peppa Pig, waardoor je niet... Maar hoe was dat voor jou, zeg maar, dat je op Netflix kon? Leuk, prima. Maar dat was voor mij niet zo... Was dat geen goal? Dat je dacht van, oh, nice? Nee, maar ik denk mijn goal... Ik vond eigenlijk, ik vond eerst de voorstelling gewoon op televisie. Dat vond ik eigenlijk het eerste. Ik vond het wel leuk dat het op Netflix is. Maar daar is dat voor jou is dat merk ik. Het zou wel sick zijn als dat ooit een keer zou mogen. Maar is het zeg maar dan ook dat je dan je shows, je productie zelf doet en je verkoopt het aan Netflix? Of hebben jullie samen een... Noem mijn management die gesprekken. Oh zo, En is het dan zeg maar een samenwerking met Netflix? Want je hebt van die Netflix specials die echt door Netflix worden geregisseerd. Dan wil Netflix, daar hebben we ook wel eens gesprek over gehad, die wil dan exclusief het materiaal. Juist. En dat vind ik ingewikkeld, omdat ik ook ermee wil toeren. Ah. Dus dat is nog niet... En dat mag dan niet? Nou, je mag natuurlijk wel, je mag het inspelen, maar er zit een andere tijdframe op. Sick man. Minder mooi vindt, maar misschien in de toekomst. Wel vet. Ik zeg eerlijk man, ik vind altijd dope als er mensen zeg maar gewoon fucking Netflix special. Kijk, ik moet zeggen dat in Amerika komen ze echt uit de grond. Veel toch? Te veel ook. Ja. Iedereen heeft opeens een Netflix special waardoor ze gewoon niet... Wie zijn favoriete comedians? Dave Chappelle denk ik. Ja, Dave Chappelle is wel echt top. Richard Pryor vind ik ook echt fucking hard. Vind Dave Chappelle voor mij dan is het wel de GOAT. Dat is wel echt de GOAT. Want met hem ben ik ook echt opgegroeid. Dat is gewoon mijn Dave Chappelle show. De Chappelle show, dat was... Toen we jong waren, wat is het, 13 of zo? Ik ging ook altijd heel goed op al die Def Jam comedies en zo. Ja, Martin Lawrence. Ja, toch? Ja, Martin precies. Hey, Chris... Eddie Murphy, man, trouwens. Zo raw, delirious. Maar Chris Rock heeft ook een paar shows waar ik ook echt heel goed op ben gegaan, man. Bill Burr vind ik ook fucking hard. Chris Rock, zei je? Huh? Chris Rock? Ja, Chris Rock heeft ook aardig wat dingen. Ik vind Bill Burr de momentale best. Ik vind zo hard, jongen. En Patrice Nieuw, kennen jullie die? Hebben die... Tuurlijk, Patrice. Schommelen, dat is die guy, toch? En... Elephant in the Room heet zijn enige special. Hij is redelijk vroeg overleden. Ja, hij is echt net dood, toch? Ja, wel een paar jaar al. Oh, echt? Ja. Oh, dan zag ik laatst iets voorbij komen. Maar die ene guy vinden we ook allemaal hard, toch? Die Andrew Schultz. Andrew Schultz ben ik ook. Hij is hard. Wij gaan misschien in april naar zijn show. In New York. Lekker. Ik ga ook wel echt lekker op Russell Peters, man. Oh ja, Russell Peters. Dat is niet mijn ding. Nee? Ik ga ook heel eerlijk zeggen, ik vind Dave Chappelle niet zo goed. En ik weet... Maar ik zie Dave Chappelle ook niet echt als comedian. Ik zie meer als een sikke verhalen vertellen die af en toe gewoon een leuke opmerking maken. Nou, dat is goed. Ik vind zijn laatste shows. Ik vind het bij bijna. En ik snap als je dit ziet en dat je denkt: hey, Peter Pannenkoek, je komt nou weer neer. Dat geloof ik ook wel. Alleen ik denk ook bij hem vaak: als jij nog een half jaar langer door had getoerd, had getoerd, was het nog net een stuk beter geweest. Ik vind het ook soms net te snel de eerste of tweede gedachte. En ik heb hier vaak met comedians over, wat ik echt niet trek. Bij zijn laatste is hij daar godzijdank een beetje mee gestopt. Dat slaan met de microfoon op zijn dijbeen. Dat vind ik zo Andrew Schultz doet het ook vaak. Dat zelf in de lach schieten. Kijk, maar Andrew die heeft dat bij een improvisatie. Yeah. Dan snap ik, dan mag het. Al vind ik het ook, het heet smieren. Yeah. Maar in principe... Oh, dat is bij dat weet, stuk hey, vriend, jij hebt dit stuk 30 keer gedaan. Ja. Ga nou niet keihard in de lach schieten om jezelf. Je mag het 2-3 keer doen, maar de hele tijd zo dat bam. Nee, maar dat zijn dan dingetjes waar jij op let. Waar ik niet bijvoorbeeld op let. Je weet toch? Tuurlijk. Dus dan mag jij wel wat zeggen, vind ik. Wil je naar een voicemailtje luisteren? Ja, dat kunnen we even doen. Nou, doe maar even dan.
Welkom bij voicemail. Uw voicemailbox is vol. Wat, verwijder oude berichten om weer berichten te ontvangen. Nice. U heeft 19 nieuwe berichten en 1 bewaard bericht. Oh. Eerste nieuwe bericht. Yo, juicy man. Wanneer ga je meedoen aan boxing influencers? Aitallah. Dat is wel een goede vraag. Zou jij meedoen aan boxing? Ja, maar als de prijs goed is. Wat is de prijs? Wat is een goede prijs? Ik heb gezegd 1,5 ton kom ik. Oeh, oh, het was eerst 1 ton, nu is 1,5 geworden. Oké, maar wat? Een belangrijke vraag. Tegen wie? Maakt niet uit. Iedereen mag zet zelfs body. Nee, maar geef me even. Kijk, ik weet, als ik... Nou, laat me dat zeggen. Ik wil heel graag vechten tegen Little Kleine. Oh, shit. Sure. Ja, dat zou ik ook wel willen zien. Voel ik wel. Ja, maar ik heb... Maar ik snap wat je bedoelt. Alleen het probleem is, ik moet wel iemand een beetje in mijn gewichtsklasse vinden, toch? Ja, maar wie mag jij niet? Maar je kan gewoon, kijk, als je gewoon plus 95 kilo doet, dan maakt het niet meer uit, hè? Ja. En, okay, en stel dus je zou in principe tegen mij kunnen vechten, bij wijze van. Oké, maar de eerste vraag is, laat even gewichtsklasse los. Tegen wie zou je, wie voel je agressie? Gewoon even ongeacht gewicht. Ja, agressie bij wie? Dat is een goede vraag, hè? Om echt, zeg maar, knock-out te willen slaan? Oh, de. Ja... Ik weet het niet, 1, 2, 3. Rob Geus. Nee, maar het is niet eens dat ik dat niet wil zeggen. Zo. Dat boeit me allemaal niet. Maar ik weet het gewoon echt oprecht niet. Omdat ik altijd gewoon heb gedacht van, oké, tegen wie zou ik kunnen? Kijk, ze hebben gezegd van, ja, wat zou matchen qua de gewicht en zo, is het Lexus, snap je? Ja. Ja. Zo ongeveer. Of maar, het Esco. Esco zou ook wel een... Ja, ook niet meer hoor. Die is afgevallen hoor. Ja. 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 Ik weet niet, ik heb hem nog niet gezien. Kan. Ja, maar wie? Maar je wil meedoen voor 1,5 ton? Ja. 1,5 ton. Ja, veel geld. Dat is heel veel pay-per-view. Ja. Maar je wil me zeggen, boxing influencers komen nu naar je toe en zeggen, luister dan, 80k, handje kwartijntje. 80, handje kwartijntje. Handje kwartijntje, bro. Dat vraagt wel anders. Ja, nee. Maar kijk, dan, luister dan, waarom ik de bedrag zo hoog zet, omdat voor mij hoeft het echt niet. Ik wil gewoon echt niet de ring in, ik wil echt niet vechten, ik wil gewoon andere dingen doen, ik ben focus op hele andere dingen. En met zoiets ga je toch veel tijd daarin moeten investeren, toch? Mm-hmm. En ik wil het gewoon niet doen. Maar ja, als er een goed bedrag is, denk ik wel van ja. Maar voor 1,5 ton, ik zou niets moeite doen, joh. Gewoon niet trainen. Gewoon chillen. Gewoon kijken wat er gebeurt. Ik weet niet, man. Ik zag ook bijvoorbeeld van dichtbij toen jij aan het trainen was en shit, dat je wel echt in die... Ja. Zeg maar, je moet de knop omzetten maar van, dat is maar hoe belangrijk ik ga om te vermoorden. Ja. Als het niet is gelukt, dan niet. Maar zolang ik maar heb gewonnen. Maar ik ga om hem te vermoorden. Dat moet je mindset zijn. Als verlies je, anders ga je knock-out. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die denken, ja, gewoon fucking scheid. Ik ga gewoon een beetje matten daar en dan is het weer klaar. Dat is dus Anouar in principe met jou. Ja, die mentaliteit heb je ook. Nessim was gewoon Rocky, man. Dat is zo maar het was niet per se leuk of zo, hè? Het is niet zeg maar dat ik het per se leuk vind. Nee, maar het was wel discipline. Het is geen leuke mindset. Bijvoorbeeld met zomertoe, je kan niet chillen, je kan niet met vrienden weg. Je kan niet niks eten. Je mag, ja. Met zomertoe, bro, gingen we zeg maar optreden in de nacht. Ging Nessim als eerste al naar huis. En dan werd hij 's ochtends een beetje wakker, helemaal fucked up. En dan kwam hij net van rennen. Ja, hij nam het wel echt serieus. Ja. Dat is mooi. Ja. Nou, volgende. Laatste. Volgende. Nieuwe bericht. Nou. Ik ben een poes. Jezus jongens, hebben we dit echt niet gefilterd? Zeg maar, Wat ik trouwens ook hierbij wil zeggen, dit zegt ook gewoon heel veel over jullie fans. Dit zegt heel veel... Over deze eigenlijk. Jullie zijn voor laag opgeleide mensen, man. Wat is het, joh? Jullie Jos, die bent icoon. Die jullie zijn. Ik moet wel zeggen, sinds ik erbij ben, is het nog dommer geworden, zeg maar. Ja, het is mooi. Ik wil er toch nog eentje horen. Laatste, echt laatste nu. Volgende nieuwe bericht. Hey, what fuck, brothers. Hey, ik ben mijn Diego, ouwe. Hey, broer, ik ken jullie allemaal, broer. Niet zo paar tegen mij doen, anders kom ik jullie allemaal. Nice. Ik weet wat je woont, ouwe. Live dat gebeurt, ik weet het al. En jij, die andere? Niet zo stoer doen, man. Ik ken je al langer dan vandaag. Ik kom even shank. Hey, paar jealous. Alsjeblieft, man. Hey, ik let je. Hey, free soep, alsjeblieft. Wacht even. Dus het eerste. Dus, okay. Dus deze wannabe drill rapper. En eindigt hij nou met een vriend van hem? Hey, free soep, alsjeblieft. Ja, precies. Gewoon sick. Beleefd op het einde. Alsjeblieft, free hem. Nou ja, goed. Ik denk als hij vast zit, heeft de reden toch? Ja, toch? jongens, wat hadden we het nog ergens over? Wil het nog ergens over hebben? Hebben jullie nog iets? Nou, we hadden het ergens over, maar toen kwam de redactie. Ja. Dus ben ik het even kwijt.
Hey, maar dat Punch-Out Battles, ik zeg je eerlijk. Ik ga wel naar die eerste tory, man. Naar die eerste event. Ja, ik wil, ik wil het wel zien, man. Ja, ik wil misschien wel, als ik tijd heb, ik weet maar niet. Maar jij wil daar gewoon staan van... Jij weet hoe jij daar wil staan. Ik weet waarom je daar naartoe wilt. Waarom? Hij wil laten zien dat hij succesvol is, toch? Even laten zien van, hè, fuck that, boys. Wat is er met de rest gebeurd en kijk mij. Ik heb nieuwe tanden, alles. Kijk hoe ik eruit zie, bro. Ik zie je niet succesvol uit, bro. Ja, boeien. Ik ben blut. Ik ben blut en bekend. Ja, nee, ik voor mij, ik weet niet, maar het boeit me niet zo per se heel veel. Ik wil wel even checken. Is daar waar Steen ook is opgekomen? Ken je die rap? Nee, hij was bij Woorden in Bars. Ging nee, oh, okay. Hij ging bij Woorden maar geen daden. Hij was ook battle rapper. Ja, hij was ook battle rapper. Dat, ik weet echt? Wel. Ja, geen, sorry, weet geen niet. Daden maar woorden was het. Volgens maar mij hij wel. Hij heeft heel die shit gekild. Hij killde iedereen, hoorde ik. Ja, man. Tering, ik vond Steen toen opkwam met Spinal. Ja. Zijn er een paar nummers van mijn haat. Ik haat mijn vader. Ja, ook heel. Ik haat zonneschijn. Kon het maar altijd donker zijn, hoor. Goddamn. Ja, dat was ook die tijd van die Dope D.O.D. en zo, toch? Die gekke guys uit... Ze waren gewoon Nederlanders. Ik dacht dat ze Engels waren. Kwamen toch uit Leeuwarden of zo? Wel, ik weet niet, man. Bij jou Dope D.O.D.? Ja. Dat was Groningen, ja. Ja, toch? Groningen, toch? Ja, ja, ja. Mijn eerste de Nederlandse rap de nummer die ik hoorde was Oster Possen Moordenaar. Dat was de eerste die mijn hoofd kende. Was dat ook dat ze zei, dat was met die tram 5? Ik zit in tram 5 en lul, zo snel op naast me zit een lekker wijf. Komt daar, hij zegt, kan je het eens voor me opstaan? Ik zeg, luister terug met je rimpelkut, je vieze dier en ik ben blut. Maar dat was volgens mij ook echt letterlijk de eerste rap tune in Nederland of zo. Dat was toch wel echt... Ja, één van de, laat ik het zo zeggen. Ja. Heb voor je mij was gerapt? De eerste raptune Brainpower. Ik heb wel, maar toen gewoon stoned altijd met vrienden dat we rap battles deden. Ja, en dan gaan we zeker niet voelen waar het toe gaat. Nee, oprecht niet. Nee. Maar het is meer dat zeg maar, ik vind gewoon lachen. Maar ik heb het heel verstumd, dus je moet nu allemaal hele witte bekakte kinderen voorstellen. Die dan stiekem smoken. Gozer, je bent gewoon een sukkel. Je hebt geen tweede helikopter. Jouw vader is miljonair, mijn een multimiljonair. Je ober stinkt. Ik denk dat iedereen wel een soort van heeft gerapt vroeger of zo, toch? Of met Matties. Ook mensen die nooit hebben gerapt, die hebben wel eens gerapt. Ik ben begonnen met rappen door te beginnen met rappen. Nice. Kijk, snap je wat ik bedoel? Mm. Nee. Dus nee. Zeg maar, de mensen die waren aan het battle rappen en dan dacht ik, oh wat vet, dan ga ik ook gewoon meedoen. En dan ben je opeens begonnen. Was ik opeens begonnen, omdat ik begon. Nee, en wie vinden jullie goed Nederlands tech? Nederlandstalig. Je mag ook zeggen als je gewoon geen zin hebt, hè? Nee, zeker. Nee, ik wil het echt benoemen. En dat was het weer van vandaag. Tot de volgende week. Ja, maar ik zou echt denken van naar wie luister, zeg maar... De laatste tijd luister ik gewoon een heel stuk minder naar... Ja, ik ben nu opeens weer heel erg in Stromae's album weer aan het luisteren, man. Grappig. Ja, man. Ja, goed. Ik luister... Stromae, heb je hem live gezien? Ja, in Ziggo Dome. Hij, ik hou van artiesten. Dat is mijn enige probleem met rap en hiphop. Daar wil ik wat over zeggen ook. Dat de luiheid qua optreden maakt mij bizar. Ik ga naar Appelsap, ik ga naar Moa. Soms zit het hele goede, maar ik vind Kendrick Lamar is briljant. Ga ik ook nog voor naar Londen toe, want die denkt na over de show. Ik vind dat, en dat zeker ook Nederlandstalig heb, je moet nadenken. Dat is de helft van je werk. Het is niet alleen het album, maar het is ook... En niet alleen maar voor de climax. En 1, 2, 3 en dan springen. Yes. Al die standaard shit. En je gooit een t-shirtje in het publiek. Probeer eens origineel een show te maken. Ik vind Kraantje Papi... Eigenlijk gewoon theater. Slash. Ja, exact. Maar gewoon echt... En ik zie, als je dat doet, dan heb je voor bijna altijd... Vullen je zalen. Ik zag beelden gisteren. Sef stond in Paradiso. Zag er waanzinnig goed uit. Opposites hebben erover nagedacht. Maar Kraantje Papi is wel een van de weinigen die zeg maar echt een show neerzet met fucking... Zijn stage ziet er ook sick uit. Er zijn een paar. Voorbij is Kevin. Die gaat ook echt gewoon een soort studio in om te repeteren. Ja. Maar ik zie ook zo op zo'n appelsapdag. Dan zie je ook een paar... Ik ga niet eens na, maar zo lui. En ik vind ook maximaal 10 minuten te laat. Als ik naar Paradiso kom... Ik trek het zo slecht, maar dan hebben de Amerikaanse rappers ja, veel meer in hand. Die hebben dat ik weet gewoon niet meer wanneer ik moet gaan. Dan staat 9:30 en dan denk ik, oh ja, waarschijnlijk 9:30 ben ik nog steeds vroeg. Ja, maar ja, dat ja. vind ik zo asociaal naar de mensen toe die een fucking kaartje voor je kopen. Wat Travis Scott die was volgens mij een keer 2 of 3 uur te laat. Hij moest op Wuha zijn en toen hij op moest, was hij nog in Amsterdam aan het smoken bij Bulldog. Ja, wat Snoop Dogg nou? Heeft dat ook wel eens gehad. Snoop Dogg, dan kwam hij daar aan van, you're too late. I'm here now. Yeah. Be fucking happy I'm here. Ja, het is fucked up, man. Ja, dat is wat crazy. Ik zeg, man. Veel, ik denk, in Nederland ligt het niveau vooral sowieso laag. Met echt shows. Wat is de slechtste internationale act die je in Nederland ooit hebt gezien? Wow. Lil Wayne, man. Ik wou net zeggen. Lil Wayne op Appelsap. Dat is zeker. Maar ik zit ook wel in Paradiso. Heb ik ook wel een paar keer... Nou, ik heb voor mijn keer Wu-Tang Clan ook heel matig gezien. Dat hij heel veel was komen opdagen. Ze hadden ruzie. En de een wilde niet met het andere op het podium.
En ook veel te laat begonnen. Heb je opeens twee backup MC's die daar optreden van Wu-Tang? Niemand kent hun. Ja. Bro, Drake die was een keer in Amsterdam. Volgens mij 2 jaar geleden of zo in R. Mm. Was het R? Amsterdam? Ali was georganiseerd. Die was na, want ik heb hem toen gezien in Ziggo Dome. En toen ging hij daarna nog naar de R. Maar dan heeft hij alleen maar aan de VIP-tafel gezeten. Ja, ik heb shit gedaan, mensen hebben iets van 15 doezoe betaald om in die VIP te zijn. Maar dat vind ik ook zinnig voor Drake. Want ik kan me ook voorstellen, die heeft een soort entourage om zich heen. Dat hem niemand heeft verteld dat hij aangekondigd staat als de host. Ja, hij zou de host zijn. Maar waarschijnlijk is tegen hem gewoon gezegd, je moet er even naartoe. Ik vind Drake namelijk wel iemand die nog best wel, afgezien dat hij shows vaak cancelt, wel nadenkt over nog wat hij maakt en doet. Ja. Ik weet dan nooit, misschien is het zo dat hij gewoon dacht, ik heb geen zin. Maar ik weet ook niet of iemand tegen hem zegt. Op de flyer staat hosted by Drake. Maar dat ziet hij natuurlijk niet. Er wordt omgeroepen en Drake is de host van de avond. Ja. En je ziet hem nul keer met de mic. Hij is achterin daar ergens. Wel, daar waren wij ook, je weet toch. Maar de rest van de zaal was fucked up. Yeah. Ze hebben Drake niet gezien. Ja, eén zo'n guy, bro, trouwens. Eén zo'n guy die wil een USB geven aan Drake. Yo bro, I make beats. En je moet beseffen dat ik nog die avond dacht van, zal ik een USB meenemen? Jij toch? Yeah. Maar ik dacht, nee, ik ga het niet doen. Nu, I got beats. Blablabla. En Drake doet zo. Oh, wow. Je weet toch, laat maar met rust. Dus nu, hij zegt please, please, please. Opeens de manager, die pakt het van hem. Ja, is goed. Ja, is goed. Ja, gruwelijk. Hij draait om. Die manager, sky in het publiek. Hij gooit hem zo in het publiek. Dat is wel asociaal. Daar gaan dromen kapot, man. Ik zeg je eerlijk, man. Zwaar. Veel doen met een kind die soort van net probeert, je weet toch. En wie ik wel zag, wat ik heel tof vind, die ook veel na, voor mij, hoe ze erbij brengt, Steen of S-Steen. S-Steen. Vind ik heel tof. Ja, maar zij is ook een beetje een niche of zo, toch? Als in de hip-hop culture. Ja, het is ook hip-hop, hip-hop, indie. Alternatieve hip-hop. Hey, en Frenna denkt voor mij ook heel veel na over... Frenna is zeg maar echt de Burna Boy van Nederland. Het is mijn meest gestreamde artiest elk jaar. Zwaar, lijst van Spotify. Ja, die man is superster. Ja, bij mij ook, in principe. Het is echt crazy. Ik zag hem laatst ook met een gospel choir shit doen. Ik vond het lauw, man. Ik denk van als je dat zeg maar op stage doet met een gospel choir op. Ja, dat is hard, toch? Je moet mensen gewoon show. Ik heb bijvoorbeeld, ik ben bij een show van Tory Lanez geweest die heel goed was, man. Ik heb een hele slechte van Tory Lanez gezien in Engeland. Zo. Oh, die was slecht. Had zijn oortje niet, toch? Ja, die man was offbeat, bro. 30 minuten lang. Maar wat jij over zei nog, over die USB... Sorry, trouwens. In Londen, je had het laatst naar mij gestuurd. Dus toen wij daar waren op die festival, Wireless. Er was dus op dat festival gewoon een guy die nog niemand was. En hij is nu een van de grootste... Oh, die Central C. Hij was gewoon tussen ons aan het chillen. Bro. Hij was niemand. Hij was niet... Ik reageerde nog de ronde van... Waarschijnlijk heb ik wiet van hem gekocht. Ja, dat is crazy, man. Dat was een van dat soort verhalen van Nick Lowe. Dat gebeurt, maar dat is ook wat Eminem heeft gehad. Met, wat je net zei, met USB gebeuren. Ja. Mm. Hij ging volgens mij... Eminem was echt broke, toch? Yeah. Toen ging hij naar een rap battle show toe. Yes. En dan kon hij $500 winnen. En dan kon hij zeg maar weer zijn huur betalen en zo. En dit soort dingen. Die verloor hij toch? Mm. Maar hij was ook gewoon cd's aan het uitdelen en zo. En toen heeft hij cd aan een guy gegeven die Dr. Dre weer kende. En zo is hij zeg maar daar terecht gekomen. En het ergste is zeg maar, had die cd gewoon gegooid. Want hij kreeg miljoenen cd's per week, die guy. Mm. En hij zag gewoon een cd op de grond liggen. Hij denkt, laat me deze gewoon oppakken in die... ding gooien. Bleek het gewoon M&M te zijn. Hey, dit is hard. Maar hij vond hem gewoon op de grond in de garage ergens die hij ooit had gegooid. Ja, dat zijn fucking gestoord is dat, man. Ja, dat was sick. Fucking gestoord. Kijk nu. Ja, gaan. Ja. Dus de tip is, neem gewoon altijd USB's aan. Ja, het is wel echt zo. Gooi ze niet terug in het publiek. Echt zieke beats maakt. Ja. Maar er zijn een soort van, volgens mij waren er iets van 3 Nederlandse producers die soort van 3000 volgers op Instagram hebben. Die staan gewoon op album van Drake. Er zijn een paar Nederlandse. En die was trouwens die Lil Nas, die wereldhit, was er ook een Nederlandse. Maar hij heeft gewoon zijn beat op BeatStars gegooid. Gewoon een site waar je beats kan kopen. Juist, precies. Wat nog eens? Zo, je hebt toch BeatStars, maar die type of beats die dus iemand heeft dat daarop geüpload, zeg maar. Ja, en die heeft Lil Nas toen gezien. Joh. Ja, man. En die had toen voor mij 2000 volgers nog. Ik denk dat zo, ik vind sowieso dat. Ik heb het gevoel dat wij een beetje zeg maar, uit een tijd komen waar we echt soort van aan het strijden waren om gezien te worden. Mm-hmm. En dat ik nu het gevoel heb dat mensen iets minder moeite doen om echt hun shit hier te pluggen en te gaan en USB meenemen en talentenjacht. Ik denk dat onzin is. Ik denk dat het... Iedereen werkt, elke generatie werkt even hard. Nee, maar los van wij hard bullshit, werken. Nee, ik heb het niet over hard werken. Vroeger, ik heb het niet over had hard ik jou werken. Nooit kunnen bereiken, bij wijze van. En dan praat ik over het feit toen ik 10 was, of 13, of 14. En jij was Peter Pannenkoek toen. Maar hoe zou je me dan nu bereiken? Gewoon... Ik kon je alleen schrijven in die tijd. Maar nu, ik DM jou en je hebt het sowieso gezien. Nee, maar ligt er alleen aan hoe interessant je het vindt om alsof je dan...
Nee, maar ik heb het niet over, ik heb het niet over hard werken. Ik herken namen doordat ze mij heel vaak taggen of DM'en of wat dan ook. Dan herken ik namen waardoor ik denk van, oh, jij bent die guy. Maar ja, ik heb meer het gevoel dat mensen zeg maar, die nu soort van aan het opkomen zijn of die zeg maar, iets willen doen met het creatieve, zeg maar, dat ze sneller opgeven, sneller denken van, oh, het lukt niet, of sneller van, ik kom daar toch nooit. Weet je, die, en wij waren eigenlijk heel erg ik ga... Eerlijk, ik vind oude mannen gelul. Ik denk dat dit aan de hand is. Ik denk dat dit je perceptie een beetje vertroebelt. Jullie hebben het door het kaartwerken gemaakt. En dat is, omdat dat zijn jullie. Maar naast in jou, van jouw generatie zijn er ook honderden NSM's die wel eerder zijn afgehaakt omdat ze te lui waren of te weinig motivatie hadden of gewoon niet goed genoeg. Maar die zie je allemaal niet. En jij ziet nu dingen die niet... Terwijl uit die generatie komt ook weer een NSM. Snap je? Dus dat... Ja, maar ik denk dat NSM ook ik denk niet dat mensen nu luisteren. Ik denk dat... Ja, maar ik snap hem ergens ook wel. Ik denk wel dat artiesten zo nu veel minder open mics pakken. Wij gingen gewoon... Oh, die pakken geen open mics, bro. Nee, hè? Die artiesten van nu, wij gingen over open mics. Maar welke artiesten hebben het? Ik bedoel, voor comedy kan ik zeggen, je moet fucking... Ja, comedy, ja. Maar comedy is een hele humble werk. Ja, toch? Maar als zeg maar die 14-jarige guy die rapper probeert te worden, die gaat nu niet naar een talentenjacht in... Er zijn gewoon andere aanvliegroutes. Maar ik denk dat het luier is. Die moet het misschien via Insta... Maar dat zit ook natuurlijk in een ander... Dat is ook een andere tijd. De generatie voor jullie zou weer zeggen... Ja, ze hadden open mics. Wij moesten gewoon op straat cd's geven aan mensen. Dus zo zijn ook een generatie neerkijken op de generatie na. Ik ben altijd een beetje van om te doen. Oh nee, bij ons was het de real deal. Yeah. En hier denk ik juist, voor de nieuwe generatie. Hoe lastig is het nu om nog in al... Omdat iedereen nu een stem heeft. Iedereen een profiel. Hoe val je nu in godsnaam nog aan? Ja. Ik denk soms, dit is veel... Die moet ik neersteken. Maar, ja, precies. Nee, je hebt gelijk. Want eerst moest je rappen om te laten zien dat je rapper was. Bijvoorbeeld in de buurt. Ja. En nu is het gewoon mijn Instagram profiel staat artiest. Maar ik wou dan nog TikTok beginnen. Dan ben je binnen ook tijd bekend. Ja. TikTok is wel een goede uitlaat. Ik weet dat sommige sketches van mij doen mensen dan... Dat is... Veel dingen worden Ik vind het heel weird. Happening. Maar ik vind het heel tof wat Andrew Schultz doet. En ik zou jou dat ook wel zien doen, zeg maar. Op online gebied. Natuurlijk weet ik niet of dat jouw interesse is. Ik vind zolang mijn zalen vol zitten en het goed gaat. Er zit ook heel veel tijd in gewoon. Ja, ik vind ook, wat ik ook bij Andrew soms vind. Ik vind zijn stand-up geweldig. Hè? Die 551, dat hij op 441 op YouTube staat. Dat hij naar verschillende clubs gaat, moet iedereen zien. Maar ik vind hem nu ook soms te zichtbaar. Ik vind dat je ook soms moet nadenken. Wat ik van Theo Maassen mooi vind. Daniel Arendt zie je nooit in een tv-programma. Die zegt gewoon, ik heb een show, wil je me zien? Eén keer per jaar ben ik in jouw dorp of stad. Ja, dan kan je me zien met mijn gedachtes. Ik vind het een mooie balans. Ik vind, en hij heeft de podcast en de dingen. En soms vraag ik me een beetje af bij Andrew. Je had ook al 3 comedy specials uit kunnen brengen nu. Ja. Waar ik persoonlijk, wat ik leuker vind. Dan 20 uur podcast. Ik vind hem ook wil ik liever dat jij je gedachten hebt, die 20 uur hebt geperfectioneerd in 3 uur. Helemaal mooi, al het overtollig vlees weggesneden. Perfectie, daar hou ik heel erg van. Ik ben vorige week naar een show van Hans Teeuwen geweest voor het eerst in mijn leven. Oh, serieus? Ik heb hem, dat kan niet. Echt, in Haug was die. Was een undercover show. Hij speelt niet. Hij zegt dat hij niet speelt met coronapas. Dus dan heb jij een hartstikke grote scoop voor deze. Oh shit. Hij heeft gezegd dat hij niet optreedt. Luister, aan het eind van de dag, ik ben gewoon streetsbro, boeit me niet. Om mij testen. En hoe was het? Zonder grappen te verklappen. Nee, ja, om eerlijk te zijn, kijk, het is ook een smaakding. Hè. Ik vind hem niet zo hard. Zeg maar, ik vind hem niet zo lauwe guy. Zeg maar, ik stond daar. Zeg maar, er waren mensen echt aan het lachen en ik was gewoon echt aan het kijken van, ja, ik voel dit niet, je weet toch. Maar mensen vonden het echt fucking geweldig. Maar ik heb nooit een Hans Teeuwen show gezien, zeg maar, los van... op internet en zo. Ja, toch, of crackverkopen op een kinderboerderij, dat soort bits wat hij van vroeger volgens mij had. Maar hoe zien jullie dat? Maar als ik nu naar hem, zeg maar, kijk, als mijn eerste impression vond ik het niet wauw als wat mensen naar mij hadden, zeg maar, soort van geïnformeerd. Ja. Terwijl als ik naar een Theo Maas ging, of naar Daniel Arends, die laatst ook kwam, dat vind ik fucking lauw. Hoe zit het dan met comedy, zeg maar, dan... Kijk, ik vind Hans Teeuwen ook niet grappig. Ik vond hem wel grappig toen hij bij die meiden van Halal ging praten. Maar dan was het niet zijn show, maar dan was het gewoon antwoord op vragen. Ja. Maar ik vind zijn shows vind ik ook niks. Maar ik begrijp dat hij grappig is voor heel veel mensen. Yeah. Maar hoe zit dat dan? Als ik het niet grappig vind. En, smaak toch? Ja, dat is smaak. Smaak kan dat gewoon? Ja, het mooie van humor is. Nee, maar dit is waarom mensen. Of ben ik dan zonder humor? Of is Hans Teeuwen degene dit zonder maakt humor? Mensen woedend. Kijk, ik hou niet van klassieke muziek. Mm. Als ik klassieke muziek hoor, dan zoek ik de oorzaak altijd bij mezelf. Dat ik denk, oh ja, maar ik heb er te weinig verstand van. Ik snap het gewoon niet. Mm-hmm. Humor denkt niemand dat. Dat maakt humor zo mooi en tegelijk zo moeilijk.
niemand zegt over zichzelf, ik heb geen humor. Ik heb geen verstand van humor. Ja. Dus jij wordt helemaal gek. Als jij een zaal om iemand hoort lachen die jij niet grappig vindt, dan kan je met je hoofd... Dat maakt bijna boos. Ja, dat is ook als ik op tv ben, dan krijg je zo'n... Waarom lachen mensen hierom? Omdat jij, Je trekt toch iets los bij mensen. Ja, maar mensen zoeken nooit de oorzaak bij zichzelf. Ja. Wat jij dus wel goed doet. Ja, misschien is het gewoon niet mijn ding. Ja. En zo werkt dat. Kijk, ik vind Hans, maar ook zeker met Hart en Zielig, er is nooit een debuutshow geweest die zo hard Nederland is ingeknald. Ja, ja, dan moet je echt zien als een soort Eddie Murphy bijna, hoe dat hier in Nederland ging. Alleen, het kan gewoon totaal niet jouw vorm en stijl zijn. Ja. Ik bedoel, ik hoor Bill Burr, voor mij een beetje hetzelfde. Patrice O'Neill, harde. Dat vinden andere mensen weer afschuwelijk. Ja, ik ben laatste keer dat het mijn comedy show was. Weer een tijd terug. Ik weet niet of het de laatste keer was. Hoe heet die? Erik Sauers, toch? Erik van Sauers. Ja, heel leuk. Daar ben ik geweest. Dat vond ik echt geweldig, man. Mm. Erik is echt super tof. Ik heb echt om gelachen. Samen met mijn wifey was ik toen gegaan. En heel leuk. Maar ik heb ook wel eens mensen gesproken die dachten, ik vind hem niet zo of zo. Maar dat is ook zijn smaak. Maar het maakt mensen wel gek. Dat is zo leuk. Anders dan bij klassieke muziek of wat ook. Het maakt mensen echt gek. Ja. Gewoon dat... ja, maar ook het gevoel alsof je er niet bij hoort, toch? Dat is dat je voelt je volledig bij. Ik was in een comedyclub vol. En mensen vonden het zo fucking leuk. En ik snapte het niet. Ik weet toch, die mannen zijn aan het praten, schreeuwen, dit, dat. En ik snapte het niet. En ik dacht van, joh, ik voelde me soort van een beetje buiten. Ik wou het snappen, maar ik had niet het gevoel dat ik... Wat is dit? Zweet heet dat. Nee, dit is... dit is geen arganolie. Arganolie, wat is arganolie? Het glimt zo. Dat is Marokkaanse olie. Dat is voor wat je in je haar doet, of op je gezicht, of op voor je huid. Of gewoon een frikandellen mee bakken. Wat zijn dan Marokkaans? Ja, Marokkaanse argon. En dat doen jullie dan zodat het altijd lijkt alsof je aan het zweten bent? Wie is jullie? Als je zegt Marokkaanse. Nee, is dat die dat olie is Marokkaans. Dat is wat jullie willen uitschrijven. Je wordt geen mokker als je die olie hebt. Ik ben een ranzige gozer. Ik denk de hele tijd, jij neemt het wel serieus. Je bent de hele tijd op je voorhoofd aan het zweten. Nee, misschien heb ik gewoon te veel olie gedaan. Waardoor het nu zeg maar gewoon. Jouw olie kijkt naar mij gewoon de hele tijd. Nou goed, jongens, zullen we hem misschien afronden? Ja, gaan we even de auto luisteren. Peter Pannekoek, de eerste die niet naar een half uurtje weggestuurd. Nee, klopt. Ja, dat klopt. Interessant blijkbaar. Maar ik ben bang. Heel eerlijk, dat had je ook echt moeten proberen. Waar woon je eigenlijk? In welk deel van het land? Gewoon hier in de buurt? Ja, hier in de buurt. Oh ja, Amsterdam. Goeie, goeie. Lekker man. Ben je ook Amsterdammer gewoon? Dat is een lang verhaal. Oké, nou. Dat betekent eigenlijk dat ik niet ben geboren in Amsterdam, maar altijd wil dat mensen dat denken. Dat is eigenlijk wat dat betekent. Je straalt wel Amsterdam uit. Nou, dankjewel. Oké. Okay. Alsjeblieft. Ja. Lopen. Nou goed, zullen we naar de outro luisteren? Yes. Ja, toch? Lekker man. Mr. Shake. Dat jullie nog geen prijs hebben gewonnen voor deze podcast, begrijp ik. Na vandaag weer helemaal uit. Oh, lieve luisteraartjes. Hier zo net voor het weekend een wijze les van je boy Mr. Shakes. Doe niet mee aan trends, maar volg gewoon jezelf en blijf wie je bent. Aight, love, goed weekend. Skabarabarabarabarabob, shaboob.